Welkom op ons bedrijf. We zijn hier bij Maatschap van Gastel in Rukven. Ik ben getrouwd met Miranda. We hebben 3 kinderen. Manon, Marvin en Eline. We melken op het moment 71 koeien op de robot. De productie van de koeien zit op 10.500 liter. Met 4,60 vet en 3,50 eiwit. De Classic, waar we voorheen mee molken, liep aardig vol. En we hebben sinds vorig jaar de overweging genomen om het jongvee elders te stallen. Ja, om dat mogelijk te maken moest er iets gebeuren met de robot. Want de Classic die zou die meerkoeien niet aankunnen. En daarom hebben we de overweging gemaakt van of een robot erbij te plaatsen. Maar dat bracht toch wel een investering met zich mee en verbouwingskosten met zich mee. En tot de vertegenwoordiger zomer 2018 kwam van ik denk dat ik een andere oplossing heb en dat was de V300. We zitten nu binnen de fosfaatrechten op 70, 75 koeien. En het verloopt verder prima. De nieuwe robot is sowieso sneller mee aansluiten dan de andere. En hij gaat met zijn 3D-camera rechtstreeks op de spenen af en sluit ze gewoon vlot aan zonder bijna te zoeken naar de spenen. Als de koeien helemaal in de robot staan, is er bijna de garantie dat ze ook gewoon goed gemolken worden. Een bijkomend voordeel vind ik, doordat het aansluiten gewoon vlotter verloopt, gaat hij rechtstreeks op de spenen af. Met name met vaarzen hoeven niet meer ingeregeld te worden. Ook kalfkoeien die terugkomen hoeven niks aan te doen. Hij zoekt zelf de spenen op en ik heb het idee dat de vaarzen daardoor toch sneller gewend zijn aan de robot. En dat ze rustiger blijven met aansluiten. Bij deze robot, bij de V300, zit de camerareiniger erop. Vind ik ook een groot voordeel. Bij de Classic maakten wij toch 2 keer per dag de camera schoon. Om een goed beeld te kunnen houden voor de spenen te zoeken. En bij deze gaat het eigenlijk volledig automatisch. Dit is de app van de Laval. Eigenlijk een touchscreen. Met name hier zie je de melkingen zeg maar, van de koeien, hoe het verloopt. De middelste cirkel is de melkstroom. De buitenste cirkel is de melk die hij afgegeven heeft, waaronder in cijfers ook nog uitgedrukt staat hoeveel melk dat hij verwacht en hoeveel melk dat hij op het moment gegeven heeft. Het mooie ervan is, in één oogopslag, de verwachting is telkens dat blokje, als dat vol is, de eerste blok van de cirkel, dat is de verwachte productie, gaat die daar doorheen en er zit nog een stukje in het volgende blokje, betekent gelijk in één oogopslag van, hey, die koe heeft meer gegeven dan verwacht. Verder is alles mogelijk qua bediening van de robot, deuren open, deuren dicht, brok geven, zoals eigenlijk op het touchscreen van de Classic, zoals ik het gewend was. We kunnen vanuit de stal ook als het nodig is gewoon even inloggen en altijd de handelingen uitvoeren zoals nodig. Op de Classic robot hadden wij de OCC-meter als optie en gedurende de jaren is er de BCS-camera bijgekomen. Die hebben we overgeplaatst op de V300 en daarbij hebben we de klauwsprayer, dat koeien de klauwen van achteraf gereinigd worden als ze de robot verlaten. Ik denk dat toch wel bijdraagt aan de klauwgezondheid. En ik merk dat er veel koeien bij zijn die dus de koeien de klauwen bewust voor de klauwsprayer zetten om ze schoon te laten maken. Ja, de OCC-meter die was al bekend, ik zou hem niet willen missen. Ik hoor van collega veehouders wel eens iets anders. Maar ik kijk er gewoon dagelijks op en ik zit qua eigen gezondheid zit ik er gewoon bovenop. Want ik weet meteen hetzelfde getal. En, van begin af aan merkte ik eigenlijk bij deze robot, als de koe in de robot staat, wordt hij gewoon gemolken.